Job Nap is een verwoed verzamelaar van spulletjes uit de oude tijd. Aan de Meikade in Edeveen staat zijn woonhuis met een aantal loodsen genaamd de Boerenwagen. Hier heeft hij een enorme verzameling. Je zou het een verzameling erfgoed kunnen noemen. Job vertelt over de omgeving en zijn historie. Nou, dit is Edeveen. Hier is vroeger heel veel veen afgegraven. Achter de Lunnense Berg. Dus dat was hoogveen. Ja, en daardoor zijn vroeger woonden hier maar enkele mensen. Het turfveld noemden ze dat vroeger. Plaggenhutjes. En zo is het ontstaan hier. Dus later is dat veranderd naar Edeveen dan. En nu hebben we dus het Doesburgerveen en het Doesburger Achterveen en het Edeveen. Hier heb ik dus de strijk van het Doesburgerveen. Hier heb ik het Doesburgerveen. En hier heb ik het Doesburger Achterveen en hier heb ik het Edeveen. Ja? En dit zijn kaarten van 18, ja, ik weet niet meer precies, 18 zoveel. Je zit hier op een hele mooie stek ook, hè? En je hebt je eigen museum. Dat kan ik zo wel zeggen, hè? Ja, ik heb, dat is mijn hobby geweest. Ik ben vanaf mijn 17e al begin te sparen met spullen. Toen vond ik dat al interessant. En dat was met een kromme dissel die ik in Edeveen bij een boer zag liggen. Terwijl ik daar met de tractor bezig was op het land. En toen werkte ik in het loonwerk. En zo is dat steeds maar verder en verder gegaan. Door al die echte verzamelaar. Dus wat een ander aan de kant gooit, dat pik ik soms weer op. Je had het over een kromme dissel. Wat is dat eigenlijk? Een kromme dissel zit voor aan een boerenwagen, waar er tussen achter het wordt paard voor stond. Ja, en daar stuurden ze mee de wagen meer weer mee. Dat is, dat deze dan hoofdzaak hadden ze ook vaak de voet erin zitten om de voorwielen te sturen. En daar deed deze dat met zijn kromme dissel. Mijn vader was vroeger loonwerker en die deed ook altijd met de paarden werken. Grasmaaien en korenmaaien. Ja, met de paarden. En dan, zo is dat begonnen en ploegen. En zodoende is dat loonwerk ontstaan. Hè. Loonwerker, ja, dat is gewoon als je dus met machines naar een boer toe gaat. Hè, dat is loonwerk. Hè. Met de apparatuur naar de boeren toe. Grasmaaien, gieren, mesten en korenmaaien. Dossen zelfs ook. Ik heb vroeger nog met mijn broer veel gedost. Ging naar de boeren dossen. Ik heb zelfs hier nog een dosmachine staan. Dit is dus, hier zit dus koolstof in en dan steek je aan en dan doen ze hem dicht. Ja, en er komt geen rook en geen geur of zo af. En dan deze met een zak bij winterdag om de handen te warmen. Dus het is een handenwarmer. Ja, van heel vroeger. Vroeger werkte die boer dus ook op het land en dan namen ze wel eens wou ze een neutje meenemen om warm te blijven. Maar dan deden ze geen jenever in een flesje of zo of oude klaren. Wat deden ze dan? Hadden ze een koehoorn, hadden ze een gaatje, een dopje gemaakt en dan hadden ze deze daar het neutje en dan konden ze even een slokje nemen, weet je wel. Als het licht was, dan begonnen ze weer. Mijn vader ging vroeger grasmaaien met de zeis, zo is hij begonnen vroeger. En dan was hij gewoon 2-3 dagen soms van huis af, maar dan moesten ze heel vroeg, eerst gingen ze lopers. Ja, en later ging hij wel op de fiets, maar dan ging hij bijvoorbeeld wel naar de Arken Heenpolder, zo'n soort plaatsen, gingen ze dus grasmaaien met de zeis. Ja, en dat was dan ook al loonwerk, weet je al. En zo is dat begonnen vroeger allemaal. Ja, en met het koren ook. Met de hand en met de zicht maaien. En dan met de vlegel de dossen. Net als dat wij bij de trapakkers doen. Hè. Handwerk allemaal. Heel veel handwerk. Bij de trapakkers is het allemaal nog te zien. Wij proberen dat in stand te houden. Hier heb ik dus spulletjes liggen van een oud boertje. En die man die kwam hier altijd met verjaardagen en toestanden. En die zegt, Job, wil je een keer die spullen ophalen? Want ik heb hier liggen spulletjes dan van mijn ooms. Ja? Mijn scheerartikelen en al die dingen. En, en zodoende is dat hier terechtgekomen. Het meeste verbouwde hij allemaal zelf. Ik weet het, bij ons thuis hadden ze een hele grote tuin. Dus alles weer zelf verbouwd. En het varken ging op de leer. En al zulke soort dingen. Dus de kleren en zulke soort dingen. En wel, je had wel wat van de kruidenier. Maar toch, ja, vroeger ging alles in de wek en in de pot. En dat gebeurde vroeger allemaal. Hè? Ja. Ja. Je had het over het varken ging op de leer. Er kwam een huisslachter waarschijnlijk? Ja, daar kwam de huisslachter en dan ging het varken op de leer. Dat staan we nog zo bij. Ja, echt wel. Dat was, dus dan moest heet water in het fornuis voldoende zijn om schoon te maken. En dan, er zijn nog fietsen bij, die hebben ook aan films meegedaan. Met oorlogsfilms. En dat Henny Verbeek had, is allemaal ook die spullen. Gooi je wel eens wat weg? Nee, heel weinig. Dat kan ik niet.
Het is maar goed dat je zoveel ruimte hebt. Ja. Nu heb je een museum, maar hoe kom je aan al die spullen? Alle spullen die ik hier bij heb, het is dus allemaal dat ze dus gebracht hebben door verzamelaars. Ze weten dat ik verzamel. En ze zeggen dan, Job, wil die spullen niet op komen halen? En anders dan gaat het gewoon naar de stort. En dat vind ik jammer. Want het zijn waardevolle spullen allemaal, heel veel. Ja, voor heel veel mensen niet, maar voor mij zijn het waardevolle spullen. Maar ik denk ook, als je dus dit niet doet, dan dat over 15, 20 jaar is dat de jeugd het gewoon nergens meer van af weet. Ja, dan kennen ze kennen het niet meer, maar dan is het er ook niet meer. Is het belangrijk dat de jeugd daar wel wat van af weet? Ik vind van wel. Dat de jeugd dat ook echt moet weten van hoe het vroeger naartoe gegaan is. Want nu is het allemaal, ja, ze bent 2 jaar, ze zit al achter de telefoon. Ja, en wij moesten vroeger andere dingen doen. Ja, en nu, ja, dat is zo. Zo deze vroeger dus boter maken met, dit is de melk die zuur worden. En dan deze kuinen, ja, en dan kwam er een laagje, deslang kwam er een laagje boter op te liggen. En dan deze met dit houten schepje, dat deze dan de boter mee eraf scheppen. En dan gaan ze weer verder, weet je wel. Er zit er binnenin een rat zit erin, dan wordt dus de melk, de karnemelk, wordt de boter eraf geschept, weet je wel. Dat is karnen. Eerder deed ze dat zo met de hand, die heb ik daar ook nog wel staan. En later was dit, dat was weer eenvoudiger, weet je wel. Dus zo ging de ontwikkeling. Wat voor kar is dat eigenlijk waar je bij staat? Nou, dit is een mestkar en die is vroeger gemaakt door Kruithof de Kloet. De smederij in Ede. En die kar die komt bij Wolderswinkel vandaan, de kuikenbroederij van de Proosdij Veldweg. En die is wat bij zijn schoonzoon is die terechtgekomen en daar lag hij voor oud vuil. En toen is hij weer bij mij terechtgekomen en ik heb hem dus helemaal opgeknapt. Ja, en dat er zoveel smeedijzer aan zit. Dus dat is ook een kar van het begin van de jaren 50. En dat was al een hele grote kar, want die man had een heel klein tractortje. Maar doordat die kuikenmest, die was heel licht, weet je wel. Dus er moest er veel op kunnen. En de kloet was al zo ver ontwikkeld, dat hij het dus kon kiepen. Ja, dat had hij voor die mensen ook gemaakt. Ja, had hij er een kiepkar van gemaakt. Ja. Dus die ontwikkeling die was in de jaren 50 al heel ver, hè. En vooral voor zijn dorpsmet. Als je er nou op een gegeven moment niet meer bent, waar moet het dan allemaal naartoe? Ik weet het niet. Heb ik nog niet. Nee, jullie zitten wel eens over te denken. Van, het is erg zonde. Het mooiste is dat dit in stand gehouden wordt. Ja? Gewoon in stand blijft. Dat het is. Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Want we hebben voor de rest hebben wij geen opvolger.